ja, dag 2 van Serious Request 2016. Gisteren was leuk en ook vandaag breng ik mensen van punt A naar B in de Serious Request taxi in ruil voor een kleine donatie en een leuk verhaal. Let's go! Taxi nodig? Jazeker. Waar gaat de reis heen? Naar het glazenhuis. Ja. Richie de Trommelaar, zeg ik het goed? Ja, dat klopt. Ik kom uit Roosendaal, dus ik heb deze gast al heel mijn leven zien trommelen. En altijd super vrolijk. Vandaag ook? Vandaag ook, ja, vandaag ook. Ook weer getrommeld in de stad. As long as you love me so. Let it snow, let it snow, let it snow. Kijk, dankjewel, maat. Alsjeblieft. Een hele goede avond. Waar moet de reis naartoe? Station. Wie heb ik in mijn taxi? Dijsselen van Rappen. Desiree. Celine. Jongens, hebben jullie nog speciale plannen voor de kerst? Ja, we gaan naar Oostenrijk. Wij twee gaan naar Oostenrijk. Oh, jullie zijn een steltje. Hoe oud zijn jullie eigenlijk, jongens? Ik ben 18. 18. 21. Ik ga haar ten huwelijk vragen. Sorry, wat? Jij gaat haar ten huwelijk vragen in Oostenrijk? Ja, dat klopt. En dat is geen verrassing meer voor jou. Nee, ze moest toch wel de ring passen, dus... Maar weet je de ouders al? Nee. Nee? Dit is zo geheim. Ja. Nou, vanaf vanavond niet meer als we dit zien. Oké, jongens met z'n allen, even lachen. Nou, mama, papa, ik ga trouwen. Met kerst. Het gaat veranderen. Kijk, moela. Fuck jou, longontsteking! Fuck hem. Nou ja, Gregor Salto. Goedenavond. Goedenavond. Waar gaan we naartoe? Ja, we gaan naar de mes, naar het 3FM clubhuis. Heb je al longontsteking gehad? Nee, gelukkig niet. Nee. Maar er gaan dus heel veel mensen aan dood. Ik wist dat ook niet. Ja. Dus het is heel goed dat het Rode Kruis zich daar zo voor inzet. En dat daar nu geld voor wordt ingezameld. Ben je met iets nieuws bezig of niet? Ja, ik ben altijd met nieuwe muziek bezig. Horen wij hier in de uitzendingen misschien een kleine voorproefje? Lijkt me een heel goed idee. Yeah. Oké, we zijn er, maar ik ben nu best wel aan het feestensfeer. Dankzij jou. Mee? Zou ik VIP mogen? Oké. Ja, nou, dat vind ik genoeg reden om dit af te sluiten. Jongens, tot morgen. Tot de volgende keer. Yo, groetjes. Heb je ook leuke vriendinnen, Gregor? Sowieso.